Hi Schorpioen, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 14. En dat is van maandag 1 april tot en met zondag 7 april. De kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, lieve schorpioen, alsof deze week een week is waarbij er best veel dingen heel snel kunnen veranderen. Ik heb het idee dat je ergens helemaal invliegt voor de langere termijn. Dus zeker geen bevlieging. Maar het is wel een stukje waar je ontzettend zeker 200% voor wil gaan. Dus je zet echt alle zeilen bij. En ik heb het idee dat als heel prettig wordt ervaren. Het lijkt gewoon alsof je iets voor elkaar gaat krijgen. Wat misschien normaal gesproken veel langer de tijd nodig heeft. Maar juist omdat je zo bevlogen bent. En juist omdat je iets zo graag wil. Lijkt je gewoon mensen voor elkaar te krijgen. Of in ieder geval de situatie zo in te zetten. Dat het allemaal nog meer en nog sneller mag gaan. Maar wel op een hele prettige, vrolijke, vrouwelijke, lieve manier. Hè? Dus ook al ben je een man, het gaat vooral over het stukje dat het een zachte kant heeft, een vriendelijke kant. En je lijkt daar echt in ook de mensen mee te kunnen nemen. Het is zeker een stukje dat je niet op je billen blijft zitten, maar dat je echt in beweging gaat. Maar het is wel een stuk waarbij je je graag heel graag wil laten horen, je heel duidelijk weet wat je wel en niet wil. En daarin ook echt mensen mee gaat krijgen. Deze week is het echt super geschikt om je communicatie naar buiten te brengen. Want je lijkt dat gewoon echt uit een gevoel te doen. Dat je bij wijze van iedereen daarin mee kan krijgen. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.